Tussen Boksel en Eindhoven rijden maandagmiddag nog altijd geen treinen door een ernstig defect. Volgens een woordvoerder van ProRail wordt er met man en macht gewerkt aan een oplossing. Om 2 uur werd op station Eindhoven omgeroepen dat men hoopte rond 4 uur de dienstregeling weer op gang te kunnen brengen. Maar dat is allerminst zeker. Door een storing in de ontruimingsinstallatie van de spoortunnel in Best krijgt de verkeerspost van ProRail de melding dat er geen treinen doorheen mogen. We zetten extra bussen in en heel af en toe kan er een trein toch nog rijden. En dat roepen we dan ook om en vertellen we ook aan onze klanten. De extra reistijd bedraagt 30 tot 45 minuten, aldus de NS. De storing ontstond rond 8 uur. 1 tunnelbuis in Best is beschikbaar waar een enkele trein stapvoets doorheen mag. Voor het kantoorpersoneel en ook voor regio-directeur Zuid van de NS betekende de storing reizigers in de stationshal voorlichting geven. We zijn met heel veel mensen ook uit het kantoor zijn we onze collega's hier op het perron aan het ondersteunen. Want het is gewoon belangrijk dat de klanten snel en goed geïnformeerd worden en ook opgevangen worden als ze hier met bussen binnenkomen of gewoon van hun huisadres of werkadres binnenkomen. En daarvoor staan we hier met veel mensen op perron. Hoort u nou veel bijzondere verhalen hè, op zo'n dag? Ja, je hoort heel veel bijzondere verhalen. Het begon natuurlijk met heel veel studenten die naar de introductiedagen willen en die allemaal bang zijn dat ze te laat zijn voor de eerste introductiedag. Heel veel fietsen die ze meenamen. En je hoort ook bijzondere verhalen van bijvoorbeeld een vrouw die haar zieke vader wil bezoeken en die helemaal vast zit in de trein. Die bang is dat ze te laat komt. En nou, dan kunnen wij zo'n vrouw helpen, extra snel naar de bus brengen, haar een voorste plaats in de bus geven zodat ze zo snel mogelijk weer door kan reizen.